Suriname en Nederland willen diplomatieke betrekkingen normaliseren. Brand kost leven aan echtpaar. En Guyanese oppositieleider wil middens demonstratie verkiezingen afdwingen. Het is donderdag 25 september 2014 en hier is het STVS Journaal. Goedenavond. De regering van de Republiek Suriname en die van het Koninkrijk der Nederlanden hebben besloten over te gaan tot volledige normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen beide staten. De staten zullen vertegenwoordigers uitwisselen op het allerhoogste niveau. Daarom heeft president Desiré Delano Bouterse besloten om op 8 september agrément te verlenen aan de heer Ernst Albert Noorman als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit besluit is mede tot stand gekomen door de historische banden, de toename van het personen- en zakenverkeer, alsmede de wens van beide volkeren. Suriname zal op korte termijn overgaan tot de voordracht van een buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Den Haag. Beide regeringen verwachten dat met deze stappen verder inhoud zal worden gegeven aan de uitdieping en versterking van de bilaterale relaties tussen beide landen. Na de ondertekening van het communiqué heeft de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Frans Timmermans, aangegeven dat hij Suriname wenst te bezoeken in zijn nieuwe functie als commissaris van de EU, de Europese Unie. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie ziet graag dat het Korps Brandweer Suriname nu overgaat tot community safety. Dit zal de burgerij helpen om bij ongevallen zoals branden zichzelf te redden. De bewindsman deelde dit mee vanwege de brand die in de vroege ochtend heeft plaatsgevonden op de hoek van de Flamingo en Prinsessenstraat. Bij deze gebeurtenis zijn een man en een vrouw omgekomen. Belfort kijkt ook uit naar het rapport van deze brand. Uit onderzoek moet naar voren komen wat de oorzaak is geweest van de brand en wat de precieze reden is waarom het echtpaar niet kon worden gered. Om 2:07 in de vroege ochtend kreeg de brandweer een melding binnen van de brand. In de woning woonden de 51-jarige Akshok Kumar Dahu en zijn 50-jarige vrouw Sumintra Dahu Bola. Het echtpaar woonde alleen, maar kon vanwege het dievenijzer niet uit het huis toen de brand uitbrak. Belfort geeft aan dat hij niet ontevreden is over de brandweerlieden, dit gezien de omstandigheden waaronder ze moeten werken. Er soms obstakels, soms menigte van mensen zijn daar. En dat bemoeilijkt het werk ook. Soms zijn die wegen zo smal dat voordat die brandweerwagen naar daar komt of dat die manschappen naar daar, is dat pand in lichte laaien. Maar die melding, moment die melding binnenkomt, uitdrukken is heel snel. En als er assistentie verleend moet worden, dan krijgen van andere gebieden assistentie ook. Maar het werk wordt veelal bemoeilijkt door omstanders ook. Die lopen heel veel gevaar op, maar ze weten het niet anders dan uit nieuwsgierigheid te kijken. Maar ze kunnen niets doen. Als er een zware aanrijding gebeurt, voordat de brandweer zich manoeuvreert binnen de gemeenschap daar of de menigte daar om daar te gaan. Het kost tijd, elke seconde kost tijd. Familieleden namen vanmorgen pooshoogte van het gebeuren, terwijl buurman Jerry Sampat, die probeerde het echtpaar te redden, nog steeds niet kan bijkomen van wat hij in de vroege ochtend heeft meegemaakt. En ik heb gehoord dat die huis in brand is en daar ben ik even komen kijken. En ik heb vernomen dat die door kortsluiting die brand veroorzaakt is. Maar tegen 2:00 was die stroom even weg en daar is hij weer gekomen. En daar hebben ze rook in die plafond gezien en zo dus. Had u frequent contact met ze? Niet direct, want wij wonen een beetje ver. Dus dan, maar af en toe waren we wel in contact. Ja. Ik heb een knal gehoord. Ik ben naar buiten gekomen en het huis stond in lichterlaaien. Ik heb geprobeerd die mensen nog eruit te halen, zoals u ziet daar bij die ijzerwerk. Dus aan de ene kant is kapot. Maar dat ding heeft zo snel om zich heen gegrepen, het vuur, dat ik ze niet eruit kon halen. Ja, dat is het zo'n beetje. Ik heb geprobeerd, een stukje is losgegaan. Die vrouw stond hier. Die man heb ik helemaal niet gehoord. En daarna heb ik die vrouw niet gezien, want ze is naar achteren gerend. Toen ze zag van,
Want toen ik bezig was, heeft hier vlam gevat. En dan zijn die shutters naar buiten gekomen. Waardoor ik genoodzaakt was om op een afstand te blijven. En dan is ze teruggerend. In de woonkamer ergens daar. Ze hebben er bij de achterdeur aangetroffen. De brandweer zelf verkoeld. Brandweercommandant Cecile Waal vraagt aan de gemeenschap om erop te letten bij het plaatsen van dievenijzer dat zij bij calamiteiten het pand kunnen verlaten. Voor ons kan dievenijzer gestolen worden omdat het voor ons minder toegankelijk maakt en twee, de escape helemaal onmogelijk maakt. Dus wij als brandweer, u mag het van mij aannemen, promoten nooit dievenijzer. Wat wij zeggen is, als jij prevaleert dievenijzer te plaatsen vanwege jouw inschatting, dan geven we mee en we versterken dat vandaag weer, dat jij maatregelen moet treffen om op tijd te kunnen escapen, nog eerder te kunnen escapen. En daarom moet je rookmelders aanschaffen en daarom moet je een vluchtplan hebben en daar moet je afspraken hebben voor sleutels en dergelijke. Niet omdat we het leuk vinden, omdat het voor jou goed is als bewoner, iemand die daar verblijft of toevallig daar werkt, dat je kan escapen. Jouw kans moet groter gemaakt worden. Het onderzoek naar de brand is al gestart. De politie van Geersvliet is belast met deze zaak. Kumar Dahu en Sumintra Bola zijn volgens de afdeling voorlichting van de politie reeds afgestaan aan de familie. De nationale schoonmaakactie voor het bestrijden van het chikungunya-virus is vandaag van start gegaan. De bedoeling is om zoveel mogelijk de broedplaatsen van de muskieten op te ruimen. Deze actie wordt uitgevoerd door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, het Directoraat Openbaar Groen, het Bureau Openbare Gezondheidszorg en de Bestuursdienst. Bij deze actie worden alle plekken opgeruimd die als broedplaatsen kunnen dienen voor de muskiet die het chikungunya-virus overbrengt. Patrick Grando, districtsecretaris van Paramaribo Noordoost, zegt dat de samenleving anders moet leren omgaan met het milieu. Zowel Grando als onderdirecteur van het directoraat Openbaar Groen, John Lekton, spraken van een geslaagde actie op de eerste dag. Er nogal heel veel plastic materiaal en petflessen en dat soort toestanden zich bevinden op het trottoir. Te midden van het bos dat daarnet verwijderd is geworden. En dat zijn allemaal waterhoudende producten, weet u, en het is juist de bron van de chikungunya muskiet waarover we nu allemaal praten, die ons zo op stelt heeft gezet in ons land. En we zijn bezig. We hebben gemeend alle grofvuil op te ruimen. Er is een zoon terug van commissariaat Zuidwest, dat is de heer Nerkus, die ons altijd ondersteunt. Is hier gisteren met de laatste gegaan en ook in Texas, die was buiten, om mensen te vragen hun grofvuil buiten te zetten, waterhoudende dingen. En die mensen hebben gevolgen gegeven. We zijn hier met een heleboel rollenmateriaal. We hebben ondersteund van NCCR hier, Biologie, commissariaat Noordoost. Zijn we hier samen en het gaat lekker. Lekton zegt dat ervoor is gekozen om eerst in Davisbuiten en Blauwgrond van start te gaan met de actie, omdat het onderzoek van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft uitgewezen dat deze gebieden meer een gevaar vormen. De mensen zijn van tevoren op de hoogte gesteld om ook hun grofvuil langs de bermen te zetten. Percy Stewart, sectiechef van de Milieuinspectie, schetst de situatie die men op Davisbuiten heeft aangetroffen. In dit soort buurten ga je altijd veel grofvuil aantreffen, omdat de mensen niet de mogelijkheid hebben om het zelf op te ruimen. Dus we hebben vrij veel kunnen verwijderen. Ik denk niet dat we alles hebben kunnen doen. Ook is het zo dat we hebben aangetroffen erven, poorten die op slot zijn. Waarschijnlijk hebben de mensen de boodschap niet gehad. Of ze waren gisteren niet thuis of zijn een hele poos niet thuis geweest. Dus dat soort dingen hebben we ook gehad.
ook is het zo dat er geen erfkranen zijn. De mensen hebben geen water op hun erf, waardoor ze water opslaan. Dus dat soort dingen hebben we ook op alle erven gezien. Dat de mensen drinkwater opslaan of waswater. Sommige mensen zeggen dat ze alleen wassen daarmee, maar het kan ook zijn dat ze beide dingen doen ermee. Want die kraan is op de hoek, heb ik gezien. Dus dat is de situatie hier op Devensbuiten. Deze actie zal in de loop van de week ook voortgezet worden in andere districten. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om de instructies op te volgen. VOJ Acioni in het district Sipaliwini ontbeert praktijklokalen. Dit probleem baart de jeugdparlementariër van Sipaliwini, Edgar Sampi, zorgen. Er was beloofd dat de lokalen gebouwd zouden worden, maar dat is niet gebeurd. We hebben de VOJ-toets gehad. Er zijn een paar kinderen geslaagd. Een paar zijn geslaagd voor de MULO, een paar zijn geslaagd voor de LBO. Een paar hebben schooladvies gehad. En zij die schooladvies gehad hebben, zij moeten dan ingeschreven worden op de LBOA. En die kinderen die over zijn gegaan van de eerste klas LBO naar de tweede klas LBO, zij moeten dan een keuze maken. Oké, zij gaan niet de keuze maken. Aan de hand van hun cijfers gaan ze geplaatst worden op de C-stream of de B-stream. En die kinderen moeten praktijklessen volgen. En hier op de school, op VU Acioni hier, heb je geen praktijklokalen. Er was vorig jaar een vergadering bijeengeroepen. De minister van OW was er. Er waren 7 assembleeleden aanwezig. Er waren een paar leerkrachten aanwezig. Een paar dorpelingen waren er, ouders van die kinderen en ook kinderen waren er aanwezig. Daar zijn er afspraken gemaakt en de minister heeft toen beloofd dat er 4 praktijklokalen bijgebouwd zouden worden, zodat die kinderen dan hier op de school praktijklessen kunnen volgen. Ik wil dat de school hier doordraaien en ze moeten praktijklokalen voor ons hier bouwen en dat is goed voor mij. Ja, en die anderen ook. Sodanu, trekker van de oudercommissie, is niet te spreken over de situatie op de school. Fota scoren op, obewam, mek lanti foto saptak zo'n probleem de. Want vooral nu de, alle lepkin samgo vanaf tweede klas LBGO. En lokaal de wel, maar materiaal nu de. En van lepkin ga scoren, nu ik is vieren tak lepkin mu ga foto. En omensman apprecie po lepkin na foto. En dat nou een big probleem. Want nu de fi pura pkin nu ik ga foto. Voor veel scoren, voor veel wat precies. En je moet pas internet, maar alles maar om een paar money. En dat is een big probleem. En voor als een komoro er, hoe we met lanti doen van er is een beroep gedaan op de ouders om afschrijvingsbrieven op te halen, zodat leerlingen van Acioni in Paramaribo op school ingeschreven kunnen worden. En daar kunnen ze praktijklessen volgen. Het gaat om 50 leerlingen die geen praktijklessen kunnen volgen. De jeugdparlementariër weet te vertellen dat zeker 10 uit de groep het niet breed hebben, waardoor het moeilijk wordt om de kinderen in Paramaribo te laten studeren. Ook heeft niet elke leerling familie in Paramaribo om daar ondergebracht te worden. Waldi Ajaiso, assembleelid van Sipaliwini, laat ook zijn stem horen. De president zegt van de mens staat centraal. Hè? En bij mij gaat erom, als je armoede wil bestrijden, dan moet je als prioriteit stellen onderwijs. Daarmee kan je al heel veel dingen doen. Dus we vragen dus aandacht van de regering voor eind van het schooljaar, voor het begin van het school, dat ze iets hier aan doet. Want we hebben nog open lokalen waar het ingericht zou kunnen worden. En het hoeft niet echt een professionele ding te zijn, maar dat die kinderen dus daar praktijklessen kan volgen, zouden we heel blij zijn. Want mensen roeren zich om actie te voeren bij het start van het schooljaar. Maar dat brengt ons nog verder van wat we zouden willen. Edgar Sampi doet een beroep op de overheid om snel met een oplossing te komen, zodat de leerlingen in hun eigen district lessen kunnen volgen. Brandweerlieden moeten in goede conditie zijn, want anders kan dat hen bemoeilijken bij het uitoefenen van hun werk. Het is belangrijk dat ze zich blijven trainen en scholen, zei minister Edward Belfort vandaag bij de bevordering van brandweerlieden. Het gaat om meer dan 100 manschappen die bevorderd zijn geworden.
Dit vond plaats in aanwezigheid van familie en vrienden op het hoofdkwartier van de brandweer aan de Gemeenlandsweg. Volgens Cecile Waal, brandweercommandant, wordt er van degenen die bevorderd zijn geworden verwacht dat ze de taken die behoren tot de naast hogere rang kunnen uitvoeren. Je hebt een proces waarbij je aan de hand van een rang tenminste een x aantal jaren in die rang moet zijn, alvorens je eventueel in aanmerking kan komen voor een bevordering in een naast hogere rang. Maar het gaat niet automatisch. Er zijn criteria's. En zoals dat jij echt super je best moet doen. Twee, dat je een bepaalde opleiding moet hebben gevolgd. In het geval van de mannen die tot kader zijn bevorderd. Die moeten een kaderdiploma hebben alvorens ze in aanmerking kunnen komen. En ze moeten nog goed beoordeeld zijn. Ze moeten in een goede conditie zijn. Ze moeten blijk kunnen geven dat de taken die behoren tot de naast hogere rang, dat er wordt ingeschat dat ze in staat zijn dat te kunnen doen. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft de brandweerlieden opgeroepen om zich te blijven scholen. Ook is het belangrijk dat de brandweerman altijd op scherp en in conditie is. Een goede planning en dan kunt u rustig, regelmatig die zaken onderhouden. Het is inherent aan dit beroep. Bewegen. Er is geen brandweerman ter wereld die niet beweegt. Of die zonder beweging daar is gekomen. Het bestaat niet. Waar anderen wegrennen, gaat u wel. Op het moment dat er een brand is, daar rennen vele weg. Enkele getrainden gaan daar en dat zijn de brandweerlieden. Om het vuur aan te vallen. De bevordering geeft de brandweerlieden een zekere rechtspositie en ook meer verantwoordelijkheid. Nou, dit was mijn bijdrage in het journaal van vanavond, de weersverwachting. Ik wens u een fijne avond verder toe. Goedenavond.